We zijn te gast bij Coccarelli, Karel Rentes. Karel, waarom doen jullie mee aan Huis van de Smaak, de Floriade? Ja, Erik, wij staan hier voor de toekomst. En dat betekent dat wij hier staan voor de kinderen. En wij weten allemaal dat er een maatschappelijk vraagstuk ligt. En dat betekent zoveel dat de kinderen van vandaag onvoldoende groente en fruit eten of niet altijd ontbijten. En wij proberen de kinderen door hier aanwezig te zijn en door workshops en smaakateliers te organiseren, proberen wij de kinderen weer terug te brengen bij de oorsprong van de voeding en hun een leuke dag bij te brengen. En ons motto is ook food is fun. En wat wil je de ouders meegeven specifiek? Ja, de ouders die willen we eigenlijk meegeven dat eten gewoon samen met kinderen heel erg leuk kan zijn. Hè? We willen de kinderen, die stellen we altijd centraal. En als je daar de tijd aan besteedt en de kinderen het werk laat doen, dan zul je ook zien dat ze dingen die ze vroeger niet lusten al heel snel lekker gaan vinden. En wanneer is voor jou de Floriade, voor jullie de Floriade geslaagd? De Floriade is voor ons geslaagd als wij straks 10.000 kinderen hier een smaakatelier hebben gegeven. En dat al die 10.000 kinderen naar huis zijn gekomen en tegen hun ouders zeggen van ik heb nou toch zoiets leuks gedaan. En trouwens heb je nog een paprika voor me. Nou, dan wensen we er heel veel plezier en succes mee. En tot ziens.